86 nationaal kampioen werd, mochten vandaag onder meer de juniores voor de Belgische titeltrui strijden. Als inleiding op het juniorenkampioenschap bij de jongens reden de meisjes in de jeugdreeksen voor de drie kleur. Koersen die doorgaans alle kanten uit kunnen, al zijn er bij de meisjes juniores toch een paar favorieten. En die laten in de finale ook van zich horen. Hier een ontsnapping met Nadine Haling, Martin Schepers en Patsy Lernot. Daarbij komt nog Anja Leenaerts. Maar veel ruimte krijgen ze niet. Het peloton blijft voortdurend in de buurt. En telkens weer worden de ontsnappingspogingen ongedaan gemaakt. Maar telkens weer zijn het dezelfde die opnieuw gaan aanvallen. In de laatste ronde heeft Patsy Lernot nog eens het initiatief genomen. Leider aan de leiding met de gele trui. Ze wordt bijgehaald door Martin Schepers en Anja Verlinde. Die drie hebben gewoon spel, zo lijkt het, tot ze in de laatste rechte lijn naast elkaar gaan rijden. De ontsnapping valt stil en we krijgen in extremis nog een massaspurt gewonnen door Ilse Fiers. Het is meteen haar eerste overwinning van het seizoen. En dan de jongens. In zo'n juniorenkampioenschap moet je wel bij de start zijn om een gegroepeerd peloton te vinden. Er wordt meteen aangevallen. De eerste ronde en de eerste ontsnapping. Met vier zijn ze Bart Peelman, Paul van Hifte, twee Oost-Vlamingen, de Antwerpenaar Keurt van Bulk en achteraan de man uit Brabant Benny van Kalster. Die valt vooraan weg wegens bandbreuk, maar ook de anderen krijgen het moeilijk. Op de lange, brede rechte strook in rond Merchtem is het moeilijk uit de greep van de groep te geraken. Terwijl het publiek geniet van het spektakel en een verfrissing, zwoegen de renners tegen een snelheid van ruim 40 per uur. Toch raken er weer andere renners voorop. Een kopgroep van 10 rijdt de weg na een 40-tal kilometer. Daarbij al een paar favorieten. Wim Omloop onder meer, er is een Omloop die hem ligt en hij is bij zot alle aanvallen actief. Hier probeert Omloop met het nummer 7 de kopgroep uit elkaar te rijden. Want er zit nog te veel kaf tussen het koren. Er is geen samenwerking en na een 30-tal kilometer worden ze ingelopen. De echte finale begint op zowat 40 kilometer voor het einde met een ontsnapping van 19 renners. Daarbij niet topfavoriet Glenn Huibrechts, maar wel alle andere kanshebbers. Wim Omloop alweer, voorts onder meer ook Stefan Sels, Tom Steels, Danny Sleeks en Bart Peters, de man met de meeste overwinningen tot nu toe, 11 in totaal. Dit is de beslissende vlucht, dat is snel duidelijk, maar het is ook duidelijk dat die 19 niet gaan samenblijven. Frankie van Poeken gaat alleen zijn geluk beproeven op zo'n 20 kilometer van de aankomst. Hij rijdt erg sterk, deze West-Vlaming, maar het is nog ver en er komt reactie. En die reactie komt alweer van Wim Omloop, die samen met Danny Sleeks, Tom Steels, Dirk Huis en David Popré in achtervolging is gegaan. Hier Wim Omloop, de Antwerpenaar. Daarbij komt nog een andere Antwerpenaar, Stefan Sels, een eerstejaars junior die in zijn eentje gaat aansluiten en zo 7 leiders in de finale. Daar zit een nieuwe Belgische kampioen bij. Stefan Sels gaat het nog even alleen proberen, maar hij brengt alleen de spurt op gang. Het is Tom Steels die het haalt voor Wim Omloop en Frankie van Poeken. Tom Steels won dit seizoen al de eerste WK-selectierit en werd vorige week Oost-Vlaams kampioen. Nu is hij dus de nieuwe Belgische kampioen. In Aartselaar de